Welkom bij weer een nieuwe Morning Setup. Mijn naam is Jessica van Rainbow en we zijn vandaag in onze prachtige blokhut. We noemen haar Nomi, want ja, buiten is het op het randje of er wel of niet regen gaat komen. Maar in deze blokhut hosten wij wel eens retreats met enige regelmaat voor kleine gezelschappen. Dus als je denkt, oh, wat een mooie plek, daar zou ik wel eens willen zijn, dan kijk eens even op onze website. En dat vind je hier beneden bij de omschrijving of www.rainbow.nl. En vandaag in de Morning Setup gaan wij het hebben op speciaal verzoek over het balanceren van hormonen. Met name als je last hebt van bijvoorbeeld overgangsklachten of menstruatieklachten. Maar ja, vaak is het een misverstand dat alleen vrouwen last hebben van hormonen. Ze hebben zelfs onderzocht dat eigenlijk mannen veel grilliger zijn in hun hormonen. Dus ja, ook als je je niet identificeert met het geslacht vrouw, dan is deze Morning Setup ook voor jou. Dus kom lekker staan als je kunt. En dan gaan we beginnen met een klassieker die we al een heel tijdje misschien niet zo gedaan hebben. Maar dat is eventjes lekker heen en weer zwaaien. En ik merk meteen al een diepe spontane ademhaling. Mijn lichaam vindt dit inmiddels heel erg fijn. Je laat je vuisten of je handen gewoon ergens rondslingeren, zo ontspannen mogelijk. Je voeten hou je stevig op de grond. Kijk mee naar de achterkant. En dan laat je langzaam je handen ietsje hoger komen. Ietsje hoger, zodat je hier op dit punt bij je, nou, het begin van de longmeridiaan, dat je daar eventjes klopt. Ja, en wat heeft dat nou weer met hormonen te maken? Nou, eigenlijk heeft dat er alles mee te maken, want het gebied waar hormonen veelal ontregeld kunnen zijn, dat is het gebied van het hart, de borststreek, de longen. Dus om hier wat verse energie naartoe te brengen of los te maken wat er vast zit, is eigenlijk een hele waardevolle. En tegelijkertijd, als je je focust op de achterkant van je lichaam, daar komt wellicht jouw hand of jouw vuist ter hoogte van je navel aan de achterkant. En daar zit het zogenaamde Mingmen Point, de Gate of Life. Dus door ook zachtjes hier te stimuleren, activeer je jouw levensenergie. En dan laten we dit allemaal weer even wat meer tot rust komen. Maak de beweging kleiner. En dan voel je even na hoe het nu in jou voelt. En in principe, ja, hormonen, het gaat natuurlijk over de geslachtshormonen. Oestrogeen, testosteron. En het balanceren daartussen. Maar wat er gebeurt als hormonen uit balans zijn, is dat er eigenlijk veel meer, je voelt je dan misschien labieler. Alsof je licht geraakt bent, alsof je veel emotioneler bent. En alle emoties, nou dat weten de vaste fans, die kijken inmiddels wel, die zitten natuurlijk allemaal vast, ook op de organen. Dus wat fijn is, is om een klein beetje ruimte te geven aan de organen. Ik heb heel veel oefeningen weer, maar ik zal een keuze maken. Dus breng maar even je rechterhand omhoog. Ik doe het in spiegelbeeld met jullie mee. Je linkerhand naar beneden. Maak jezelf lang. En dan strek je jezelf over dat je rechterkant ietsje langer wordt. En dat is waar de lever zit. De lever, de galblaas en waar allerlei woede opgeslagen zit. En dan kom je weer neutraal via een gebedspositie. En dan breng je je linkerhand omhoog, je rechterhand omlaag. En ik flex meteen mijn handen. Flexen wil zeggen niet recht strekken, maar ik knak mijn polsen. Zodat we daarmee meteen eigenlijk alle meridianen ook wakker maken.
En dan strek je jezelf uit zodat je linkerkant wat langer wordt. En je linkerkant, daar zit de milt en de maaggroep voor de vertering, voor als je je zorgen maakt. En die hebben we hiermee even wat ruimte gegeven. En om nog wat meer activatie hierboven in dit gebied te krijgen, heb ik een oefening voor je die je iets heftiger kan uitvoeren of iets zachter. We hebben hem wel eens vaker gedaan, maar je brengt je handen omhoog en dan laat je jezelf naar beneden gaan. Ik doe het eerst in slow motion, dus je buigt je knieën en gaat naar voren. Dan strek je je knieën even en dan buig je ze weer als je omhoog komt. Nou, en deze oefening kan je op tempo doen als volgt. Of je doet hem gewoon lekker langzaam in jouw tempo. Ga je naar beneden, zwaai je je armen omhoog, je knieën strekken. Je buigt je knieën weer en je komt omhoog. Dus ik laat het aan jou. We doen hem een aantal keer. Ik doe hem lekker snel. Maar je kan hem ook lekker rustig doen. Volg maar jouw lichaam. Goed je knieën erbij gebruiken, zodat je eigenlijk je rug veilig houdt, maar dat je ook tegelijkertijd de meridianen in de benen activeert. En dan laten we dit gaan. En ik voel meteen al een enorme warmte. Maar wat dit ook doet, is eigenlijk de lymfeklieren hier in de borststreek. En door deze beweging geef je eigenlijk wat meer juice. Komt er wat meer stroming op gang. En ja, een ander gebied waar dat natuurlijk heel fijn is om te laten stromen is in de onderbuik. Dus deze beweging die helpt om voor meerdere dingen, maar bijvoorbeeld voor het maken van ronde patronen in je lijf. We hebben deze wel eens gedaan op harthoogte voor de cloud hands. En eigenlijk zijn dit ook cloud hands, maar dan voor je onderste helft van het lichaam. Dus na die activerende oefening van net is dit weer een kalmerende oefening. En daarmee brengen we hopelijk balans en is er voor elk wat wils. Dus laat jezelf helemaal tot rust komen. Je ziet, ik beweeg een klein beetje mee. Maar geniet maar van deze zachte beweging. Alsof je handen door water gaan. En je kunt je voorstellen dat je in jouw energieveld nu de cirkelende patronen activeert. Bij elke onbalans, maakt niet uit of dat hormonaal is of puur emotioneel. Nou ja, dat heeft allemaal met elkaar natuurlijk te maken. Maar bij elke onbalans die je ervaart in je leven, daar kan je er eigenlijk de klok op gelijk zetten dat de energieën niet goed doorstromen. Dus of er zijn blokkades, of er is gewoon veel te veel energie, maar het kan nergens heen. Dat is natuurlijk met een blokkade. Of er is veel te weinig energie. Of de energie loopt in rechte lijnen in plaats van in cirkels. En deze beweging die helpt eigenlijk voor alles. Maar je kunt je voorstellen door die ronde bewegingen dat het extra helpt om die stroming van ronde energie op gang te brengen. Met name in je onderbuik. En dan is er een oefening die heel specifiek is voor de geslachtshormonen en blokkades, want die zetten zich namelijk vast op de borsten. En of je nu een man bent of een vrouw, die borsten hebben allemaal. Maar met name voor vrouwen kan dit een hele helende oefening zijn die we nu gaan doen om
hormonen te balanceren. En zoals eigenlijk met al deze oefeningen is het niet een kwestie van één keer doen en dan is het klaar. Maar het is een uitnodiging om heel regelmatig, zeker dagelijks, misschien zelfs meermalen per dag, om jezelf even die liefde te geven. Dus wat we doen na deze oefening is heel even inchecken bij jezelf hoe het nu gaat. Ik heb mijn handen weer tot rust gebracht. Mijn voeten staan nog stevig op de grond. Voel maar eens hoe het voelt, wat je kunt waarnemen. Voordat we doorgaan met die oefening, en ik vind hem een beetje spannend. Kijk, in de live sessie kan het geen enkele kwaad en ook niet in de replay, maar ik ga het ook op YouTube plaatsen. Dus hey, wie weet wordt het er wel afgehaald. Geen idee, want ja, borsten is toch een persoonlijk gebied. Maar wrijf maar in je handen, zodat je goed hitte in je handen maakt. En dan de oefening is om, als je flink je handen hebt opgewarmd, om je handen op het gebied van je borsten te leggen rondom de tepels. En dan naar binnen te masseren. 36 keer in een rondje. En hier heb ik natuurlijk heel veel kleding aan. Maar stel je voor dat je dit bijvoorbeeld onder de douche doet of in bed. Merk al dat ik het lastig vind om te tellen en te praten tegelijkertijd. Het is een oefening die ik heb geleerd van een Qigong master. Het is weliswaar een man, maar hij zegt, ja, deze oefening, daar zweer ik bij voor alle vrouwelijke mensen of mensen die heel veel last hebben van hormonale schommelingen. En je begint dus met een massage naar binnen. En ondertussen geef je jezelf een liefdevolle glimlach. Glimlach naar deze borststreek. En daarachter naar jouw hart. En ondertussen voel je wat er te voelen is. En volgens mij ben ik nog niet helemaal bij 36, maar is het voor nu even voldoende. En na die 36 keer naar binnen masseren, doen we hetzelfde naar de buitenkant. Dus masseer je nog steeds rondom je tepels, borst, borsten. En ondertussen blijf je glimlachen en blijf je contact maken met het gebied van je hart, je hele borststreek. En alle hormonen, blokkades of schommelingen, die zetten zich dus vast in dit gebied. Aldus Master Chunyi Lin van Spring Forest Qigong. En zoals gezegd is het waarschijnlijk niet een kwestie van één keertje doen, maar doe het dagelijks, onder de douche of in bed, 's ochtends voor je opstaat of voordat je gaat slapen. Of als je gewoon voelt, het wordt allemaal een beetje veel. En de opdracht was 36 keer, maar ik vond het even lastig om te praten en het 36 keer te doen. Dus 36 keer naar binnen masseren. 36 keer naar buiten masseren. En ondertussen adem je rustig door. En als je klaar bent, of als je denkt, nou, het is nu wel genoeg geweest, dan laat je dit allemaal gaan. Wellicht schud je even je handen uit. Ik voel dat het best wel zwaar is voor mijn armen om zo lang daar te zijn. En dan tot slot
lift je iets onder je borstkas. Geef je een ondersteuning aan je borsten. Blijf nog steeds in die liefdevolle glimlach. En laat hiermee als het ware weten aan jouw borsten dat je er bent. En na deze korte, liefdevolle interactie, laat je dit allemaal gaan. En breng dan je handen hier voor je onderbuik met de bal van energie. Puur om eventjes te voelen. En het is heel bijzonder, want het was net heel druilerig toen ik begon. Maar inmiddels is nu gewoon helemaal de zon doorgebroken. Hoe bijzonder is dat? En deze integrerende fase is natuurlijk de yin-fase, waarin we even niets doen. Waarin we het lichaam de gelegenheid geven om alles wat er net geweest is, gestimuleerd is, misschien in beweging gebracht is, dat de tijd krijgt om zijn weg te vinden, om te integreren. Vaak willen we zo snel, willen we meteen dat het oplost of anders wordt. Maar dit soort oefeningen en practices die helpen ook de vluchtige delen in ons brein om die allemaal een taakje te geven, zodat het kan kalmeren, zodat de hersenen voor ons gaan werken in plaats van tegen ons. En om het af te sluiten voel ik dat het goed is om eventjes de energie te zeven. Dus wat je mag doen is je handen helemaal naar boven brengen. En dan zo langzaam voor je lichaam naar beneden. Al dan niet met ondersteuning van de klank, ja, alsof je een blazende kat bent. Dat is optioneel, maar het is heel lekker. Het is een kalmerende klank voor de nervus vagus, de grote triple warmer meridiaan. En die triple warmer meridiaan, die drievoudige verwarmer, dat is de meridiaan die gelijk loopt met de nervus vagus eigenlijk voor een heel groot deel, maar die ook verantwoordelijk is voor onze fight-flight reactie. En deze beweging helpt letterlijk de energie, te veel vuur, te veel stress, te veel spanning, om dat allemaal te kalmeren, naar beneden te brengen. Dus laten we dat nog één keertje doen. En als dat goed voelt, dan kun je nog je handen eventjes op je onderbuik leggen. Lekker rustig 2 of 3 diepe ademhalingen aan jezelf gunnen. Terwijl je nog steeds een liefdevolle glimlach aan de binnenkant van je mond hebt. Voor het feit dat je mee hebt gedaan. Dat je die tijd aan jezelf hebt gegeven. En dan kom ik weer een klein beetje dichterbij om af te sluiten. Ja, en ik zie al dat ik de laatste tijd steeds morning setups van 20 minuutjes heb gedaan. Het kwam gewoon zo uit. Hormonaal, daar is ook superveel over te doen. Maar eigenlijk zijn alle oefeningen van de morning setup die helpen. Maar de borstmassage, dat is echt specifiek voor als het heel turbulent is. Dus ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, dat je het fijn vond. Aanstaande woensdag ben ik er weer. Van mijn hart naar jouw hart. Namaste.